Op 1 augustus is de wet sociale veiligheid in werking getreden. Dat betekent dat de overheid scholen in Nederland verplicht om, onder meer, de pestproblematiek aan te pakken. Vraag is, konden scholen dat niet uit zichzelf doen? Was daarvoor een wet nodig? Ja, een wet sociale veiligheid was nodig. Natuurlijk, scholen zijn al jaren bezig om te zorgen dat ze een sociaal veilig klimaat hebben op school. Alleen de monitoring vanuit de overheid, die was er niet. En nu worden we gedwongen om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen op scholen. En ik denk dat dat een hele goede stap is, ja. Dus eigenlijk zeg je, eindelijk mogen wij van de overheid ook hier aandacht aan besteden. Nou, ik zeg eindelijk mogen wij laten zien dat wij hier aandacht aan besteden. En mogen wij inzoomen op hetgeen wat wij doen op scholen. Om te laten zien hoe wij onze kinderen leren omgaan met elkaar. Hoe wij onze kinderen leren respect te hebben voor elkaar. Of te accepteren dat iemand anders is en daarmee om te kunnen gaan. Het wordt nu een onderdeel van het schoolprogramma. Dus niet alleen meer die CITO-cijfers, maar ook dit. Ja, is van belang. Het was al een onderdeel van het schoolprogramma. Elke school heeft een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alleen nu wordt het ook een onderdeel van de toetsing als het ware. Dus nu zijn we ook in feite verplicht om te laten zien, en zo staan onze scholen voor en zo doen onze kinderen het. Ik hoor de kijker nu denken, waarom moet hier een wet voor komen? Het is toch normaal dat een kind op school niet gepest zich sociaal veilig voelt? Ja, dus de sociale veiligheid gaat verder. Hè. Dat gaat echt om hoe gaan kinderen met elkaar om. En weet je, het is gewoon gebleken in deze maatschappij is het van belang dat er een sociale cohesie is. Dat mensen goed met elkaar omgaan. Mensen vanuit allerlei verschillende invalshoeken op een goede manier samen kunnen werken, samen kunnen leven. Die basis, die moet op een school plaatsvinden. Want dat is de enige plek waar iedereen echt bij elkaar komt. De afgelopen jaren is heel erg de nadruk geweest op de opbrengsten van het onderwijs, dus op de rekenopbrengsten, de taalopbrengsten. Daar is ook vanuit de overheid heel erg op gestuurd en gemonitord. Maar dan zou je bijna denken dat de leerkrachten de laatste jaren wat steek hebben laten vallen. Want pestgedrag moet je toch kunnen zien? Ook al ben je met CITO-resultaten bezig, dan zie je pestgedrag toch ook in een klas, op het schoolplein. Klopt, dat is het. Daar moet je dan toch wat mee doen. Ja, en dat gebeurt ook. Dat is ook altijd gebeurd. Alleen wat nu gebeurt is dat je vanaf het begin, vanaf groep 1 al bezig bent van hoe kunnen wij zorgen dat onze kinderen sociaal vaardig zijn naar elkaar toe. Respect hebben voor elkaar. Naast rekenen en taal is dus nu ook sociale veiligheid een verplicht onderdeel in het lesprogramma. De overheid wil nu naar een situatie toe dat niet het pesten wordt aangepakt, maar dat het voorkomen wordt. Hoe? Dat mogen de scholen zelf invullen. De Stichting School en Veiligheid geeft richtlijnen en zet regioambassadeurs in. Bij Stichting School en Veiligheid ondersteunen wij scholen door het bieden van informatie en via de website en ondersteuning via de helpdesk. En we hebben 4 regioambassadeurs. En die ambassadeurs die kunnen worden ingezet door schoolbesturen om ze te helpen bij het vormgeven van hun sociaal veiligheidsbeleid. Maar wat zou een probleem kunnen zijn op een kleine school, op het platteland bijvoorbeeld? Nou, wat wij wel op het platteland zien, is dat als iemand zich onveilig voelt op school, dat er niet zo heel veel keuze is om naar een andere school te gaan. En dat ze degene waar ze bijvoorbeeld door gepest worden ook tegenkomen, op straat of bij de sportvereniging of bij de kerk. Dus dat maakt het dan wat lastiger. Vraag is, gaan we, zodra de wet geland is en uitgevoerd wordt in Nederland, elkaar nooit meer pesten? Dan zal er nog steeds gepest worden. Het zal echter niet meer zo erg uit de hand lopen. Die wet is ook gekomen omdat het te vaak misging als het gaat over sociale veiligheid. En die wet zorgt ervoor dat het niet meer zo erg uit de hand loopt.